Donderdagmorgen 5 april heeft er een eenzijdig ongeval plaatsgevonden op de Pippertsestraat in Ophemert. Een Toyota schampte een boom op de andere weghelft en raakte hierdoor zwaar beschadigd. De enige inzittende achter het stuur moest door de brandweer worden bevrijd. De opgeroepen traumahelikopter is geland in een nabijgelegen weiland en heeft assistentie verleend aan het ambulancepersoneel. De traumaarts is vervolgens met de ambulance meegegaan naar het ziekenhuis om de patiënt te helpen. Over de toestand van de bewuste man is op dit moment nog niets bekend.